je altijd al voor jezelf willen beginnen, maar is het er nooit van gekomen? Deze aflevering gaat over drie mensen die deze stap al hebben durven zetten. Alle drie vanuit hun eigen situatie en enthousiast over hoe het hun leven heeft veranderd. Deze uitzending laat zien dat je ook op latere leeftijd succesvol kunt zijn als zelfstandig ondernemer, je eigen baas zijn. Kortom, laat je inspireren en denk eens na over wat het voor jou kan betekenen om een eigen onderneming te starten. Ja, dan moet ik even terug naar de vorige eeuw. Toen woonde ik in Hilversum en toen werkte ik als consultant in de managementinformatiehoek. Veel in Engeland gewerkt, verdiende een hoop geld, maar was niet echt happy. Toen ben ik met mijn toenmalige vriendin verhuisd naar Limburg, omdat me de omgeving enorm aansprak en ik uiteraard ook hier vandaan kwam. En ben een baan gaan zoeken in een maatschappelijke verantwoorde omgeving. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij de GGD. En daar heb ik 10 jaar gewerkt. Maar na 5 jaar had ik al zoiets van dat ik het saai vond, ik iets anders wilde. Toen ben ik een coachingopleiding gaan doen, onder andere. En ik ben begonnen met beeldhouwen. Nou, dat vond ik beide waanzinnig interessant. Het beeldhouwen ging ook eigenlijk best oké. Mensen wilden op een gegeven moment beelden kopen. Na een vakantie naar de States, toen kwam ik terug en ik zette een voet over de drempel bij de GGD. En op dat moment wist ik, wil weg hier. En dat is ruim vijf jaar geleden. Dus, en toen ben ik voor mezelf begonnen. Mijn werk is momenteel als boekhouder. Ik ben van opleiding accountant en ik heb gewerkt in Nederland in verschillende bedrijven, zoals een accountantskantoor, Ernst & Young, DSM en een groep, de OPG groep. Mijn laatste werkgever was Compagroep Medica en daar heb ik gewerkt 12 jaar. Mijn functie was als hoofdadministrateur. Ik ben geëindigd als controle. Die heeft een bedrijf in Nederland gekocht, identiek. En daarvan is een fusie van geworden. En daardoor is ontstaan dubbelfuncties. En door deze organisatie is mijn functie weggevallen. Je moet vooral weten wat je niet kunt. Dus ik heb een goede accountant gezocht. Ik ben bij de Kamer van Koophandel, heb ik een paar gesprekken gehad. En ik ben me gaan focussen op wat ik nou echt wil, wat mij nou gelukkig maakt. Want mijn ambitie was niet meer geld verdienen, mijn ambitie was nu echt, ik wil gewoon eens een keer gelukkig zijn. Vanaf het moment dat ik wist dat ik werkloos zou worden, heb ik mijn opties op een rijtje gezet. En na gaan kijken van goed, in dienst zal ik nooit komen. Dus ik blijf nog een andere optie, zelfstandig worden. Of iets beginnen van mijzelf, of een ander beroep gaan doen. Nou, ik ben begonnen eigenlijk is een uitgelopen hobby geworden. Een passie, al jaren. En ik kwam op een leeftijd terecht, waar ik dus eigenlijk niet meer werk kon doen, waar mijn ding in lag. En toen hebben we gezocht voor een goede koppelpandje. En toen heb ik gedacht, nou, als ik mijn beurtremje ermee verdien, is het goed. En dat is hier goed gaan lopen, door Facebook. Foto's erop zetten, moest wel wat meer ervoor doen. Maar dan kunnen ze wel God aan draaien krijgen. Nou, en dat is geluk. Zelfstandigheid is een onderdeel van de sociale dienst van Maastricht en Heuveland. En wij voeren de bijstandsregelingen uit voor zelfstandige ondernemers. Ondernemers kunnen ook in zwaar weer zitten,
gevestigde ondernemers. En dan kunnen ze bij ons aankloppen als ze op geen enkele andere plaats meer een krediet zouden kunnen krijgen. Maar ook mensen die vanuit een bijstandssituatie een bedrijf willen starten, die kunnen bij ons aankloppen voor een startfinanciering, omdat die veelal niet bij een bank kunnen aankomen. Wij geven ook mensen een aanvullende uitkering om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Dan vullen wij de winst van die bedrijven aan tot aan bijstandsniveau. Zo, en nu wil ik wel een glaas bier. Zeg, ik vind het prima dat werken nog in een tijd van die, ja. Maar als er geen hoes gaat gebeuren, zit ik altijd om de echterste man? Maar rustig, ja, dat komt. Ja, dat komt. Dat is toch niet stoes? Zeg, en dit is mijn zus of het allemaal niks opbrengt? Wat vindt de baas ervan dat zich het bij je is? Ben de baas? Ik heb pas de laatste 2 jaar al 3 versleten. Zorg eens tot je van de baas op tafel komt te staan. Gaat dan de naam? Als je zelfstandig bent, ben je gedwongen om te denken aan de toekomst. Wat gaat gebeuren als ik ziek ben? Wat gaat gebeuren als ik niet meer kan werken? Ik zou geen WW-uitkering krijgen. Daar ben je helemaal vanaf. Dus dat is afhankelijk van jouzelf. Ik heb een verzekering afgesloten waarbij ik mij een soort maandelijkse uitkering zou krijgen als mij wat zou overkomen. En ja, dat is ontzettend duur. Maar ja, ik vond het wel belangrijk om te doen. Geen onnodige risico's, dacht ik. De meeste zelfstandigen sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Die gaan en nemen de keuze om met een spaar geld aan de kant te zetten. Nou, mensen kunnen bij ons aankomen met een bedrijfsidee. En als wij denken, nou, in dat bedrijfsidee, daar zit brood. In dit geval letterlijk en figuurlijk, hè, want mensen moeten er uiteindelijk in een levensonderhoud mee kunnen voorzien. Dan gaan wij ze doorverwijzen naar een commerciële partij die allereerst testen met deze persoon afneemt of we hier te maken hebben met een potentiële ondernemer. Als de klant door die test heen komt, dan wordt hij op inhoud begeleid om zijn plan helemaal uit te werken om zo tot een goed ondernemingsplan te komen. Ik heb geen plan gemaakt. Ik ben eigenlijk meer een gevoelsmens. Dan eigenlijk vrijwel alles op gevoel. En tot nu toe heet dat altijd goed. Goed gepakt. Het belangrijkste is, zoek een goede accountant waar je thuis bij voelt. Dus echt, volgens mij is dat echt het belangrijkste. Ik ben zelf financieel redelijk onderlegd, maar dit kan ik totaal niet benaderen. Dus dat geeft een goed gevoel. En meld je bij de Kamer van Koophandel, ga daar een gesprek aan. Je moet natuurlijk ook een goede accountant hebben. Je moet ook zelf de administratie bijhouden natuurlijk. Maar je moet wel een hele goede accountant hebben, moet je een klik met hebben. En een vertrouwen met hubs. En dan hubs al hiervan gewonnen. We hebben hier in de regio sommige branches die zijn oververtegenwoordigd. Als dan iemand komt met een idee om in die branche te beginnen, ja, dan schatten wij al in dat het een heel moeilijk verhaal wordt om daar een levensvatbare onderneming van te maken. Ik ben wel al gaan bekend in deze branche. Dan kun je eigenlijk ook tot ik vroeger ook in winkels voor bazen heb gewerkt, hè? Voor werkgevers. En zo leer ze toch wel een beetje de kneepjes van het vak. Ik ben nu 5 jaar zelfstandig en ik moet ook bekennen dat het financieel gewoon prima gaat. In de zomer focus ik me vooral op beeldhouden en exposeren en in de wintermaanden vooral op consultancy, om het zo maar te noemen, op fietswerk. Jaar continu staan beelden van mij bij Kasteel Wittem. Ja, en zo komen mensen toch naar je toe, om het zo maar te zeggen. En zo word je wel een beetje bekend.
Ik zeg het toch, dus mijn contract weer niet verlengd. Dus zo is me jij onderhand toch. Onderhand? Onderhand zien er een de brak drie kromen aan het druppelen. Dat zou je onderhand iets dan kunnen doen. En ik verrek het om met een oetje achter de geraniums te gaan zitten. Daar heb ik goed geen geraniums. En ik kan schaar niet stilzitten. Ik heb het kans gehad. Ik begin op mijn eigen. Oh, eindelijk. Mijn eigen klusser. Mijn grootste uitdaging was als zelfstandig was het een cliënt te werven. Mijn eerste cliënt. Want daarna, en mijn overtuiging, komen meer vanzelf. Als je een hebt, dan bewijs dat je iets hebt in jezelf. En dan de rest komt vanzelf. Ik ben via mijn buurman toevallig in contact gekomen met directie van Meandergroep. En daar heb ik meteen een paar opdrachten gedaan. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje gegaan. En vervolgens gaat alles toch een beetje via via. Als je je werk gewoon goed doet en mensen vinden je oké, dan, ja, dan komt het gewoon goed. Ik denk dat het belangrijke is dat jij zeker bent van jouw kwaliteiten. En dan moet je krachten hebben om de doorzettingsvermogen te hebben. En dan moet je wel optimist blijven en met het idee van, ik ga wel iets van maken. Ik ben dik 2 jaar geleden begonnen en dat ging vrij goed. Alleen, ik heb natuurlijk wel, ik ben met 2 benen op de grond blijven staan en niet nuchter ben ik daarin. Ik heb ook gedacht, nou, in het begin zal het niet storm lopen, alles wat verkocht wordt, is metgenomen en zo zal het zich wel opbouwen. En dat is hoe ze toch gebeurd. In het begin is het natuurlijk het rustiger, dan moest natuurlijk het naam krijgen. Maar de lui spreken het onderling rond. Je hebt het niet succes binnen 1 week of 1 maand of 1 jaar. Dan moet je van tevoren plannen, van, dat is een kwestie van tijd en werk doorzetten. En nooit negatief kijken. Altijd precies positief, positief. En denken van ja, het lukt me wel, het lukt me wel. Als jij je heel breed opstelt, dat je zegt van ja, het kan, ik doe eigenlijk alles wel aannemen wat op mijn pad komt. Dan weten de klanten ook niet waarvoor ze jou moeten hebben. En jij kunt niet weten of je plannen ook al ja, de gewenste doelen hebben bereikt. Sommige mensen zijn heel goed in hun vak. Maar het ondernemen gebeurt eigenlijk pas na 6 uur 's avonds. Bij wijze van spreken. Wanneer je thuis komt en je moet de facturen gaan opmaken, ja, je moet je verslaglegging in orde maken. Dat kost een paar uur per week tijd, maar als je dat niet doet, kun je dus zelf ook niet weten of je goed bezig bent als ondernemer. Als je in dienst bent, dan heb je een werktijd, hè? Een werkrooster van 8 tot 5. Om balans te krijgen, dat ligt aan jouzelf, aan de persoon zelf. Dat kun jij bepalen tot hier en niet meer. Dus kwestie van karakter, denk ik. Ik merk geen verschil tussen jongere en oudere startende zelfstandigen. Uiteindelijk ligt het eraan bij de startende ondernemers wat die tussen de oren heeft zitten. Is die voldoende gemotiveerd? En is die voldoende ontwikkeld om het ondernemen succesvol te maken? Door de omstandigheden ben ik hiermee begonnen. Heeft mij een ander leven gegeven. En ja, dan had ik misschien gedacht van ja, had ik al eerder moeten doen. Toch heb ik geen spijt dat ik in het bedrijfsleven ben heb gewerkt tot de tijd die ik heb gehad. Maar ik zou niet meer willen teruggaan. Je moet vooral van jezelf uitgaan, genieten, mooie dingen maken, goed advies leveren. En dan komt het goed. Het is vooral een gevecht met jezelf. Tenminste, voor mij was het echt een gevecht met mezelf. In het begin heb ik echt nachten wakker gelegen. En dat doe ik gelukkig niet meer. Je bent met je eigen gedachten en met je steen. Dus ik word er echt heel rustig van. En alle problemen die er mochten zijn, kun je eens even rustig over denken. Dus, ik zou het iedereen gunnen. Nu doe dat eens maar. Hè? Wie ik al zag. Informeer de gins en begin op te negen. Ja, zeg, want ik heb eens gegoogeld. Hè.
Ik denk dat ik ZZP'er wil. ZZ wat? Zelfstandige zonder personeel. Zonder personeel, dich? Ik loop me geen godschanselijk en daar de kuut onder het liefhoed. En hoe is mijn personeel? Ja, maar dan doe ik het voor één keer serieus. Luister jong, ik heb schouwe hennekes. En ik zal er persoonlijk voor zorgen tot ze geen ZZW'ers. ZZW, ja? Zelfstandige zonder werk. Begin maar met die krabben. Ik werk nu als controller bij de gemeente Valkenburg. Dat is één opdrachtgever. En ik heb onlangs weer een beeld verkocht. En heb ik er al twee. Dus met andere woorden, ik heb genoeg opdrachtgevers op een jaar. Dus geen enkel probleem. Ik zou het zo meteen weer opnieuw doen. Geen speedfell. Bent u enthousiast geworden? Of wilt u deze aflevering nog eens terugzien? Ga dan naar onze website www.godverein.nl. Daar kunt u ook alle andere afleveringen van Godverein terugkijken en vindt u bij elke aflevering de praktische informatie. Graag tot de volgende keer!